Wat schatje. Goedemorgen, we zijn vandaag zondag en vandaag heeft mijn horloge iets anders aan dan mijn klok. En toen besefte ik dat het automatisch uurverandering is. Allee, we gaan van zomeruur naar winteruur. Mijn klok loopt mee met mijn gsm, dus die doet dat automatisch. Maar mijn klok Henter is gewoon nog zo'n oud ding, dus die doet dat niet automatisch. Ik was nogal verward, aangezien het eerste dat ik zag 7:30 was. En ik was nogal zeker dat ik mijn klok om 6:30 had gezet. Normaal is een van de eerste dingen die ik doe op een Miracle Morning is iets van sport. Maar ik heb het gevoel dat mijn spieren nog niet volledig uitgerust zijn na deze week. Dus ik ga gewoon een heel klein beetje stretchen. Misschien ga ik straks een heel klein wandelingetje maken. Maar het is nu nog donker, dus ja, het is een beetje raar om te wandelen in het donker. Rond 7:29 gaat de zon op. Wat dan normaal is, aangezien dat voor de verandering rond 8:30 was. En vanaf dat licht begint te worden buiten, ga ik mijn schoenen aantrekken en gaan wandelen. En nu ga ik breien. Na het breien heb ik één potje lingo gespeeld om mijn Frans te oefenen. Maar mijn Frans is echt veel te slecht om te werken in de Valingbeek. En nu ga ik wandelen. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Het stad staat vol met zulke pompoenmannetjes. En dit. Lekker Halloween. Zelf heb ik wel eens niet zo heel erg veel met Halloween. En ik ben veel meer bezig met de cent die erachter komt. Met het herfstseizoen in het algemeen. En uiteraard met de kerstmis. Want ik heb gisteren gerekend. En als ik een adventsperiode voor mijn kerstmis wil, dat ik hier ben in België. Dan moet ik daarmee beginnen op 11 november. Super tof. En 11 november is eigenlijk perfect voor mij. Aangezien dat hier op 11 november de cent komt. Dus dat is al net niet meer voor de cent. Want op 6 december zit ik ergens in Europa. En Sinterklaas vieren wij toch niet. Dus. Het vier stuk is afvalapparaat. Als iedereen dat zou moeten doen, zou de wereld al heel wat mooier zijn. Wat een vuile mensen bestaan er. Net een aantal blogberichten ingepland. En straks ga ik beginnen met het editen van video's. Het is nu trouwens 10:30 denk ik. Ja, 10:30. Dat waren de laatste portie kwasten die nog gewassen moesten worden. Yay! Alvast is gedaan. Echt op het ideale moment, want ik moet nu vertrekken. Het is namelijk tijd om te gaan werken. 10 minuutjes te vroeg. Op het werk. Haampje af. Het is zo koud. Ik heb echt handschoenen nodig en een dikkere jas. Alpaka's.
ezel en schaapjes. Schatje. Tata. Hey, ik heb er echt een relaxed avondje van gemaakt. Ik heb eten gemaakt. Broodpunt hing om mijn naf. De helft van mijn brood was slecht. Ik heb een Netflix film gekeken, namelijk First Kiss, waar dat er heel wat YouTubers in voorkomen. Echt een toffe girly film. En ik heb ook mijn kaarsje aangezet. Dan kon ik zo het licht uitdoen en gewoon tv kijken met mijn kaarsje aan. En ik heb ook kastanjes gepoft. Want dat is yummy! En uiteraard veel gedronken uit mijn dapper. En nu ga ik mij omkleden. Zodat ik kan gaan slapen. Zodat ik eerst nog wat kan lezen en dan slaap. Morgen is de eerste dag van de productiviteitscursus van een structuurjunkie. Cynthia.nl. Ik heb me daarvoor ingeschreven. En ik hoop dat ik heel veel ga bijleren. Ik weet nog niet wanneer dat ik er morgen de tijd voor ga maken. Maar ik hoop er veel uit kunnen leren. Mijn raam stond nog open en het is echt super koud nu. Vlucht halen. Ik heb mijn voet trouwens vanmorgen omgeslaan tijdens de handeling. En eerst dacht ik zo, nee, niet opnieuw. Maar het valt precies nogal mee. De eerste minuten deed het redelijk veel pijn. En nu voelt hij nog wat raar. Niet dat ik nu denk van ik ga ballet doen of zo. Niet dat ik dat sowieso zou doen. Maar ik heb nu niet echt de intentie om mijn enkel te gaan belasten. Maar ik hoop dat het oké blijft. Zo, dit was het dan. Dit serieuze vraagje sluit deze vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Like als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Doei!